I'm on your radio, ayy. Hey. Studio, ayy. Hey. On your DVD, DVD, MP3, you know where we go. Yeah. Mijn naam is 9G Music en dit is de Joint Radio. Alleen vandaag omgedoopt naar de Joint Politics. Dus Anaïs, aan jou het woord. Goedemiddag. Daar zijn we weer en we hebben vandaag een uitzending over antisemitisme. Het heeft de laatste weken op Twitter nogal wat losgemaakt. Er zijn een heleboel mensen op losgegaan. Er zijn dingen gezegd die ik echt prachtig vond. Zoals bijvoorbeeld mensen uit de moslimgemeenschap die opstonden. En die zeiden van dat kan niet. Je blijft met je handen van iemand af en je beledigt niemand. Er zijn ook mensen geweest die werkelijk dubieuze dingen gezegd hebben. En waar ik heel erg van geschrokken ben. Maar dat is de trend op het moment in Nederland. In eigenlijk een heel groot gedeelte van Europa. Zo niet van de wereld. In ieder geval, Arnold van der Kluft die gaf mij een openingszin. Filosemiet. Erger dan haat die beledigen kan. Vriendschap waartegen ik mij niet verdedigen kan. We zijn hier in de studio met Daphne Meijer. Goedemiddag Daphne, zou je misschien even voor je willen stellen wie ja, je zeker. Bent? Jazeker, ik ben Daphne Meijer. Ik ben voor GroenLinks actief in de politiek in Stadsdeel Oost. En daarnaast werk ik onder andere voor een ander Joods geluid. En met een heel fijn bedankt. En met een heel bijzondere gast die wel 1000 keer... Nee. Nou, niet zo vaak. Die wel een aantal keren hier gehad hebben. Ja. Ook Ornstein. Misschien is het nodig voor sommigen nog je voor te stellen. Ik ben ook Ornstein en ik ben journalist. Ik heb heel lang in het buitenland gewoond. En ik ben nu bijna 2 jaar weer terug in Nederland. En ik bericht veel over, om het heel kort te zeggen, conflict situaties en mensenrechten. Okay. Dat is wat ik voornamelijk doe. Ja, en je hebt ook nog in de gevangenis in Panama vastgezeten. Ja, dat heb ik ook nog gedaan, ja. En je hebt ook nog ruzie gehad met bekende journalisten hier in Nederland. Ja, ik heb een zwak voor de telegraafjournalist Wierd Duk. Die er iedere keer weer in slaagt om zichzelf weer te overtreffen in luiheid en slecht geïnformeerdheid en het soort van drek wat hij publiceert. Het laatste stuk zag ik gisteren voorbij komen. Toen dacht ik, ja, hij ging vroeger nog wel eens het land in, maar dat doet hij nu ook niet meer. Hij appt wat met zijn vrienden, zit Lucassen en dan nog een of andere extreemrechtse mevrouw van Twitter. En dan schrijft hij daar een soort opstel over. En dan was er nog een screenshot uit de Jumbo-reclame bij. En dat was dan een Telegraafartikel. Zo erg is het inmiddels. Nou, dus ja, daar maak ik wel eens ruzie mee met die man. Ja. Nou goed, dan gaan we beginnen. Ik wil u eerst even wat vragen. Jij vertelde net dat je van een nieuw Joods geluid bent. Een ander Joods geluid, ja. Speelt iemand van jullie bij de viool? Je mag er even kort met ja of nee op antwoorden. Nee. Viool? Nee, nee, nee. Heeft iemand van jullie een opleiding als psychiater? Nee. Nee, nee, ook niet. Zit een van jullie in de diamanthandel? Okke, jij? Ik heb een oom die in de diamanthandel zit. Oh god, goud. Nee. Ja of nee, een van jullie beiden? Ikzelf niet, nee. Nee, nee, ik nou, ook niet. Daar zien jullie, dat zijn vooroordelen. En die kunnen al meteen de deur uit in de prullenbakken mee. Goed, we gaan beginnen. Allereerst wil ik een uitleg vragen van jullie allebei. Als jullie er allebei even je licht over laten schijnen. En dan begin ik bij Daphne. Daphne, wat is antisemitisme precies? Antisemitisme is een systeem van discriminatie en onderdrukking van Joden. Dat of door mensen onderling wordt uitgeoefend, of door de staat op individuele Joden of de Joodse gemeenschap. Oké, en antisemiet, daar zit ook het woord semiet in. Hè? Geldt het dan alleen voor Joodse mensen of geldt het eigenlijk voor iedereen uit de omstreek van Palestina? De klassieke redenering is, het woord antisemitisme is bedacht in de 19e eeuw door een antisemiet die wilde uitleggen wat hij nou eigenlijk aan het doen was. En in die tijd was
dat een... waren er, was er heel weinig begrip over andere Semitische volkeren. Hè? Dus mensen die een Semitische taal spreken. Dat had je in Duitsland helemaal geen idee van. Dus hij heeft het Semitisme gebruikt om het specifiek over Joden te hebben. Oké. Heb jij er nog wat op te zeggen? Ik heb daar helemaal niks aan toe te voegen. De helft wist ik ook nog helemaal niet. Dus ik ben heel blij dat het me hier wordt uitgelegd. Nou kijk, nee, want het is heel leuk. Want een heleboel mensen die beginnen met antisemitisme. Dat is toch gewoon puur discriminatie. Zoals elk soort van discriminatie. Maar 4, 5 eeuwen terug in Europa. Toen er zeg maar in het ghetto van Italië. Dat daar razzia's waren. Of pogroms, hoe je het wil noemen. Toen waren er nog geen rassen uit Palestina bekend of zo. Dus het klopt dan wel dat antisemitisme echt iets is wat hier in Europa op de markt gekomen is tegen Joods mensen. Ja, dat mag me verbeteren hoor. Nee, volgens mij klopt het. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik zit. Ja, ik ben geen historicus, maar dat klopt volgens mij wel. Het is ook. Heel veel mensen denken bij antisemitisme, merk ik in mijn werk, als ik er iets over schrijf of iets over mee te maken heb, dan denken mensen dat het iets is van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb een opa, een overgrootvader moet ik zeggen, die heb ik niet meer, maar die was er ooit. En die is uit begin vorige eeuw uit Roemenië gevlucht voor de pogroms. En dat was lang voor zelfs de Eerste Wereldoorlog. En die... is daar weggegaan omdat er alsmaar mensen die Joodse wijken binnenkwamen en daar een soort kristalnachtje speelden. En die is lopend naar Nederland gekomen. Hij wilde naar de Verenigde Staten. En hij moest ook plechtig beloven in Roemenië, dat papier hebben we nog wel ergens, dat hij nooit meer terug zou komen. Zij kreeg een uitreisvisum. En daarmee raakte hij ook zijn nationaliteit kwijt en hij mocht ook niet meer terug. En hij is toen hier gebleven in Nederland en daarom ben ik hier nu ook. Ja. Maar dus dat, ik bedoel, als je een beetje in dat soort geschiedenissen duikt, dan is het al vrij snel duidelijk dat dat natuurlijk niet iets is wat van 40, 45 stamt of zo. Of van vlak daarvoor. Of dat Hitler het heeft uitgevonden. Dat is echt al een vrij lange Europese traditie. En niet alleen Europees trouwens, ook Afrikaans, Midden-Oosten. Falasha. Ja. Daphne, je wil wat zeggen. Oh, ik wil nog... misschien even toevoegen dat het antisemitisme heeft ook iedere keer een ander gezicht. Vroeger had je het religieuze christelijke antisemitisme. En dat was wij christenen zeggen, de christenen hebben de joden eigenlijk vervangen als godsvolk. En wij de christenen hebben Jezus, of de joden hebben Jezus vermoord en daar moeten wij hen voor straffen. En nou ja, dat hoor je amper nog maar. Maar nu later werd het meer wetenschappelijk. En gingen allerlei mensen Joodse schedels meten. Om te kijken in hoeverre Joden dan verschilden van andere mensen. En weer later was het meer het economisch. Van de Joden een bepaalde rol in de economie. Of als communist of als kapitalist. En nu is het weer wat anders. Iedere keer is het een soort shapeshifter, dat antisemitisme. En iedere keer... heeft het weer een andere vorm. En dat is wel heel opvallend, denk ik. Is het niet zo dat antisemitisme eigenlijk ook wel heel erg gevoed is door de katholieke kerk? Ook, maar ook door de protestante kerk, door Luther. Dat was het christelijke, zeggen we dan maar. Bekende antisemiet. Het antisemitisme heeft allerlei bronnen. Dus ook de katholieke kerk. Maar in ieder geval het christelijk. Want ik vind het altijd zo grappig dat men praat over... in de joods-christelijke cultuur die we hebben... dat de Joden hebben Jezus aan het kruis genageld. Maar ze vergeten het wel altijd bij te zeggen... dat Jezus in het verhaal dan, als je dat wil geloven... maar voor de katholieke of de christelijke... een klein joods jongetje was wat in Palestina geboren is. Dus eigenlijk is het een Palestijntje. En dat wordt vaak vergeten. En hij verbeelde zich nogal wat. Het verhaal moet geloven. Was misschien niet gewoon een opstandeling tegen de heersende machten toen de tijd? Ja, waarschijnlijk wel. Een Che Guevara van... De jaren 30 van de eerste eeuw. Ja, zoiets. Dat,
Dat zou heel goed kunnen. Nou, Jezus was een communist, we zijn het eens. Goed, dan gaan we verder. Ik heb hier iemand die vraagt, of zegt, probleem is ook dat antisemitisme wordt misbruikt door het volk en godsdienst door elkaar te gebruiken. Maar antisionisme beschouw ik niet als antisemitisme, nog kritiek op Israël. De meeste sionisten geloven ook niet in God. Daarhalve is het voor hen geen godsdienst, maar een manier om zich te verschuilen achter een godsdienst. Ja. Go for it. Kijk, de discussie, zijn wij nou een volk of zijn we nou een geloof, is denk ik zo oud als het Jodendom. Ja, een ras van geloof. En ik houd er altijd maar bij dat het allebei is. Ja. En, ja. Maar daar komt deze vraag een beetje vandaan. Want als je een geloof bent en je bent allemaal als niet-gelovige, ga je Israël bevolken. Dan ja, waar komt het dan vandaan? Maar dat is natuurlijk gewoon, het is natuurlijk gewoon ook een volk. Zoals je het Nederlandse volk en het Arabische volk en zoveel volkeren hebt in de wereld. En dus ja, ik begrijp dat onderscheid wat er gemaakt wordt op zich wel. Maar het is natuurlijk veel te simpel om het zo te zeggen zoals deze vraagsteller dat zegt. Ja, want hij volgt mee. De vraag is of je überhaupt nog mag praten over antisemitisme als 80% van de Joden in Israël en meer dan 90% in de wereld geen semitisch DNA hebben. Maar een ras heeft altijd een semitisch DNA natuurlijk, als je Joods bent van afkomst. Ja. Zal ik beginnen? Ja, en dat jij, ik zei al, go for it. Ja, kijk. Wat is semitisch DNA? En hoe kunnen we dat? Ik bedoel, wat is de nulmeting die je doet om het DNA van Joden die nu leven te vergelijken met iemand die dan puur Joods zou zijn? Het is een hele rare, on-Joodse manier om naar het Jodendom en naar het Joodse volk te kijken. Het volk is een cultuurgemeenschap, is een groep mensen die dezelfde beschaving delen. En voor een deel ook dezelfde taal spreken. En in het geval van de huidige Joden ook voor een groot deel niet. Hè? Want er zijn heel veel verschillende talen in de Joodse wereld. En het Semitische eraan heeft ook met die taal te maken. Hebreeuws is een Semitische taal. Net zoals wij Nederlanders eigenlijk Frankisch spreken. Dan zou je kunnen zeggen dat wij Franken zijn. Maar dat betekent verder niks. En iedereen die dit nu hoort zal denken, nou, dank je wel, interessant. Ga weer even verder. Ik dus heb weer wat geleerd. Ik heb altijd gedacht dat het Germaans taal was. Ja, dus het is een onderdeel van, dus het is een beetje als de Nederlanders zelf. Ze weten zelf eigenlijk niet wat ze willen. Oh, oké, dat snap ik. Ja, dat precies. Dus dat Semitische, daar wordt enorm veel aan opgehangen. Maar in feite betekent het, heeft het te maken met iemand die een Semitische taal spreekt. En veel Joden spreken Hebreeuws als eerste taal in Israël of als taal in de synagoge of op een andere manier. Dus dat klopt wel een beetje. Maar verder meer is het niet. En of wij nou door DNA allemaal met elkaar verbonden zijn of niet. Wie niet? Ja, wie niet? Wat doet het er eigenlijk toe? Het is een manier van, wat ik net al zei, het is een manier van kijken die Joden zelf niet op zichzelf toepassen. En die ook niet echt ook niet heel erg veel verder brengt, denk ik. Nee, en ik denk ook als je het hebt over het Nederlandse volk, daar hoort inmiddels zoveel verschillend DNA bij. Om het nog maar niet eens te hebben over de Amerikanen. Dat is misschien niet zo'n logische manier om een volk te definiëren. Denk ik. Nee, maar goed, het is een wapen in handen van mensen die natuurlijk zichzelf antisemiet voelen. Klopt, klopt. Het is een van die verschijningsvormen van het antisemitisme. Hè. Vroeger brachten wij ziektes over als Joden.
Oh, ja. Hebben we ook nog gedaan. Hebben we ook nog gedaan. We ook nog gedaan. En tegenwoordig hebben we dan... is er iets mis met ons DNA of zo? Of is er weer wordt er weer op een andere lichamelijke manier naar ons gekeken? Want DNA is in feite ook iets lichamelijks. Ik bedoel, het is in zekere zin de 21ste eeuwse versie van het schedelmeten of zo. En de haakneus. En de haakneus. En de kromme benen. Ja, de oude benen. Ja, precies. Ja, en de dikke lippen. Nou, ja. Noem het allemaal. Soepogen. Ja. Nou, het is ook nog als we toch over die kenmerken ingaan. We hebben iemand die gewoon in Nederland bekend staat om karikaturen te schrijven. En dat is Jan Schenkman. En die stond er ook onbekend om antisemitische gedichten te schrijven, waar ook uiterlijke kenmerken heel erg naar voren kwamen in die briefcorrespondentie die hij zelf had verzonnen. Dus extra feitje. Ja. Nou, nog even Marieke zegt, wat zien jullie er anders uit? Ja, het is zo dat ik had een tweet gegooid van jullie foto en dan had ik eronder gezet Anis Kortes-Reina en met jullie Red natuurlijk. Maar ik heb jullie naam er ook nog eronder gemanaged. Dus. Ja, en Arnold van de Kluft. Hi Arnold, fijn dat je nog even kan meeluisteren. Die zegt dus, eerste pogrom in Worms bij de eerste kruistocht 12e eeuw. Nou, kijk. Ja. Goed, als jullie nou zelf praten over op het moment de gemeenschap in Europa, of gewoon alle mensen, dus niet bepaald over Joodse mensen of over Christen mensen, maar gewoon de hele bevolking in Europa. Zien jullie dan dat het antisemitisme weer erg opkomt, of vinden jullie het wel meevallen? Nou, ik vind het niet meevallen. Ik was een jaar geleden ongeveer werd ik gevraagd om een artikel te schrijven over antisemitisme in de Oekraïne. En ik heb toen een aantal hoe noem je dat, Joodse leiders daar gesproken. En die zeiden dat het eigenlijk allemaal wel meeviel daar. Want het was nog lang zo erg niet als in Frankrijk. En toen dacht ik, oh. En ik heb het artikel dus ook niet geschreven. Want ik dacht, ja, ik kan wel een hele poppenkast gaan maken over hoe erg het is in de Oekraïne. Maar het is hier dus nog veel erger. En toen ben ik daar een beetje naar gaan kijken. En er zijn dus ontzettend veel incidenten die met grafvernielingen en bekladden van winkels en het uitschelden op straten, aanvallen, noem het maar op, die we eigenlijk niet zo meekrijgen, maar die wel steeds talrijker worden. En je ziet ook, en dat vind ik nog enger eigenlijk, dat wat de meeste weldenkende mensen al wel zagen aankomen en vreesden, is dat de moslimhaat zeg maar zich al een beetje aan het vermengen is, of daarbinnen wordt de jodenhaat ook steeds normaler. Zo iemand als Boutet die dan de deur plat loopt om die naam er maar even in te gooien bij Le Pen, die gewoon een notoire antisemiet is en het gescheld op Soros, wat in één moeite doorgaat met het gescheld op moslims. Dat zijn vormen van opkomend antisemitisme die kennelijk niemand ook meer vreemd vindt. Ja, dat klopt. Het komt op allerlei plekken komt er opeens weer antisemitisme voor. Waarvan je dacht van ja, maar daar zijn we nou toch, overheen gegroeid of zo. Dat mensen opeens weer aankomen met de theorieën over Joodse bankiers of Joodse werelddominantie. En dan, het is ook altijd het zijn ook altijd van die clichés over de Rothschilds inderdaad en over de Bilderberggroep en andere dingen. Nou ja, en denk, de Illuminati dan, en George Soros. Ja, die en heeft dan het anti-Zwarte Pieten-protest betaald. Dat soort logica krijgt. Kunt dan u ons ook even sponsoren? Ik wil na afloop wel even de gegevens geven. Hoor. Joint Radio, we doen het graag. Ja. Nou. Dus dat is heel raar. Dat, dat dingen waarvan ik dacht, echt de halve eeuw heb gedacht, nou, dat komt helemaal, dat is gewoon helemaal weg. Dus niemand meer die daarin gelooft. En dan komt het toch weer, zoals die meneer, die jongen vorige week op de Dam, die daar dan staat te schreeuwen over, oh ja. Ja, en we gaan de Talmud lezen en dan zullen we het allemaal lezen over jullie. Jullie zijn dus het kwaad in de wereld. De Talmud? Ja, dat
dat is eigenlijk heel eng. Mm-hmm. Maar Okke heeft gelijk. Het zijn allemaal van die kleine incidenten. Het is een hakenkruis op een grafzerk hier. En 500 kilometer verderop een demonstratie daar. En je krijgt je vinger er dus niet achter. Nee, en het soort taalgebruik wat dan weer... Wat zeg maar het nationale debat, om het zo maar te noemen, het publieke debat binnensluit. De omvolken. Dat is een woord dat komt uit de antisemitische traditie. Ja, dat is gewoon een klassieker. Ja, dat is wat aanhangers van Baudet en Wilders eigenlijk zonder enige gêne gebruiken. En dat zelfs in talkshows en dat soort programma's over de tafel gaat. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Of in ieder geval een soort debatwaardig thema. Dat gebruikt zou kunnen worden. Is het ook niet een stuk tekort aan eigen verantwoordelijkheid? Want wat ik heel vaak opvalt is dan... Als er iets antisemitisch wordt geroepen... wat toevallig door een moslim wordt gedaan... of door een donker persoon, dan moeten we vuur en vlam slaan. Want dan is het een probleem. Maar zodra een wit persoon zulke uitspraken maakt... wordt het veel vaker genormaliseerd en gebagatelliseerd. Tenminste, dat is iets wat ik vaak opval. Ja, dat klopt. Je hebt daar helaas gelijk in. Hm. Nou, ik wil hier even Agnes Jonk hierop aanhalen van de VCD uit West-Vlaanderen. Die zegt dus dingen als: we kunnen niet ontkennen dat de liberale Joden zichtbaar aanwezig zijn binnen het bankwezen en het bestuur van de multinationals. De namen Rothschild, Goldman Sachs, de Rockefeller, Warburg zijn er niet onbekend. Door het invoeren van het kredietstelsel en het innen van rentes krijgen ze veel geld en macht in hun handen. Maar ze vergeten dat er gewoon een heleboel banken zijn waar niet-Joodse mensen ook aan zitten. Ja, ik ben altijd een beetje chagrijnig als ik dit zo hoor. Want dan denk ik, waarom hebben ze mij buiten het grote complot gelaten? Ja, ik vind het schandalig. Aan het binnenhalen van al dat geld. als ik eerlijk mag zijn, eigenlijk denk ik... Als je in groot complot gaat denken... dan zou ik eerder liever spelers als Unilever en Shell willen inzetten. Want daar zou je eigenlijk qua macht en invloed veel meer mee kunnen bereiken. Tenminste, dat is wat ik dan zeg. Maar het hele idee van dat er een soort van groot plan is... ergens in de lucht... Mm. Wat geregeerd wordt of gerund wordt door... of dat nou Illuminati zijn of Joodse bankiers of multinationals. Het is natuurlijk niet zo dat die één keer per jaar om de tafel gaan zitten... en dan bedenken van god, hoe zullen we de wereld nu weer eens een loer draaien? Zo werkt het niet. Nou, ik denk gewoon dat het meeste deel... Dus, die komen bij een pakket bij elkaar. Het is een heel naïef soort van denken wat mensen hebben... als ze denken dat er een soort... groter plan is. Dat is wat je is natuurlijk bij religie ook al hebt. En dat, dit is een vorm daarvan. Dat er maar het is soort ook bestemmingsdenken. Maar is het hun angst ook? Hè? Is het hun angst? Ja, het is, en het is ook een wens. Als de wereld een complot door geregeerd wordt door complotmensen, door complotten, dan kun je daar zelf nog iets aan doen. Als we accepteren dat de wereld eigenlijk één grote chaos is... met allemaal politici en andere mensen die geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Kijk naar bijvoorbeeld de Brexit in Groot-Brittannië. Nou, bijvoorbeeld schoot me ook al binnen. Als er nou één voorbeeld is van mensen die echt geen idee hebben... dan is dat het wel. En dat idee van we draaien op dat bolletje door dat steeds uitdijende heelal. En niemand. En stop this train, we want to get off. Maar dat kan helemaal niet, want niemand heeft die sleutels daarvoor in handen. Ja, dat is veel enger dan dat ergens een paar Chinezen, Joden, noem maar op. Maar Daphne. Aan de knopjes zitten te draaien. Want dat heeft in ieder geval nog de belofte in zich. Dat je zelf misschien ook aan die knoppen zou kunnen gaan draaien. Maar er zijn geen knoppen. Maar je hebt het over Brexit, hè? Maar het gekke is, Brexit is ook wel gevoed weer. Door gevoelens contra mensen van andere afkomst. Klopt. Ja. Dus dat is eigenlijk toch ook wel weer een vorm van. Haat tegenover vreemdelingen. Of althans vreemdelingen, mensen van andere... Ja, dat is ook een van de meeste vreselijke aspecten van die hele Brexit. Dat er een soort golf uit het riool omhoog gekomen is. Echt de dag na die verkiezingsuitslag. Om
Als een golf van racisme over dat hele land is geklotst. En het is nog steeds niet weg. En er is ook heel weinig vanuit de regering of vanuit de opinieleiders echt heel weinig aan gedaan om dat weer te bekritiseren en om dat weg te halen. Dus dat ben ik met je eens. Maar het is geen complot. Nee, het is opruiming, pure opruiming. Het is opruiming met het idee van dan gebeurt er wat. En of er financieel beter van te worden. Ja, of nou, niet eens, ja, want niet dat, eens. Hebben ze, dat worden ze dus niet. Gefotografeerd naakt op de piano. Ik bedoel, als het idee was dat de Engelsen hier met meer geld in hun zakken uit zouden komen, dan is het ook een grote vergissing, want dat gaat echt niet gebeuren. Het gaat slechter worden. Het gaat natuurlijk slechter worden. Dus dat geeft ook al aan dat als het een complot zou zijn, dan is het wel een heel slecht complot. En hebben ze er toch niet heel erg goed over nagedacht. Maar mensen hebben ontzettende moeite mee te accepteren dat er dingen zijn die we niet controleren en die we niet weten. Je weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Dat kan van alles zijn. Maar het is natuurlijk heel geruststellend om te denken dat je dat ergens wel een soort controle over is. Of dat nou God is. Of Allah. Of Joodse bankiers. Dat maakt dan verder niet zo heel veel uit. Laat het dan de laatste zijn. Daar kan je nog mee trouwen. En daar zit je ook goed tenminste. Ja. Maar ja, ik moet er niet aan denken dat ik met iemand van Unilever moet trouwen, nu ik daarover nadenk. Unilever is katholiek. Ja. Maar in ieder geval, waar ik het nu over gehad heb, dat was Agnes de Jonkheren. En wat ik dus het meest enge vind, en daarom ook deze uitzending wilde maken. Ik vind het een hele moeilijke uitzending, moet ik zelf zeggen. Maar deze mevrouw die zei, en dit is iets wat je op het moment veel hoort. Ik ben geen jodenhaatster, geen antisemiete. Maar iemand die graag ziet dat gerechtigheid geschiedt. Ik denk dat we misschien één muziekje moeten draaien. Yes, okay. We zijn zo terug. Yay, 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 yay. Joint Radio. Yeah, 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 yeah. Mijn naam is 9G Music. Dit is The Joint Politics. Dus Anaïs, aan jou het woord. Nou, we zijn terug weer met Daphne Meijer en Ocke Arnstein over antisemitisme. Hebben jullie nog wat toe te voegen op waar we het net over hadden? Over het bedrijfsleven, over de grote complotten? Oké. Eigenlijk niet. Niet zo snel. Nee. Goed. Denken jullie dat het van invloed is op mensen? Dat ze bang zijn en dat ze Joodse mensen, en dan haal ik ook even de moslims aan, als een bedreiging zien om de christelijke cultuur over te nemen? Dat weet ik eigenlijk niet. Want het wordt altijd geroepen vanuit extreemrechtse kringen. Dat wij hier in Nederland zo blij moeten zijn met onze Joods-christelijke cultuur. Waar is die dan? Ja, als je ze vraagt wat dat dan is, dan loopt het al vrij snel vast, het gesprek. Maar dus het is eigenlijk een heel raar verschijnsel. Want de Joods-christelijke cultuur, dat is dan iets prachtigs. Dat zijn onze normen en waarden. Maar dan tegelijkertijd is Soros, dat is natuurlijk een hele foute Jood. En dan mag je tegelijkertijd ook weer niks over Israël zeggen, want dan ben je weer antisemitisch. En dus het is een heel raar stelsel aan regels of normen wat die mensen hebben, waarbinnen hun wereldbeeld zich afspeelt. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik vind altijd heel vreemd voor democratieleden te horen over dat je Israël niet mag aanvallen, maar dan tegelijkertijd gaan ze tekeer over Soros. Dat vind ik echt, dan missen er echt een paar aansluitingen. Ik kan daar niet, dat snap dat niet. Er zit geen logica in. Ze zijn een beetje versteerd. Ja. Dat sowieso. Ik denk ook dat de meeste mensen die vooral moslims aanvallen in Nederland, dat die helemaal niet zo christelijk zijn.
Ik denk dat dat, als je naar al die onderzoeken kijkt over de ontkerkelijking hier in Nederland, dan zijn er gewoon de meeste mensen zijn misschien nog wel ergens officieel lid van. Of ze gaan naar de nachtmis van de week. Hè? Maar voor de rest zijn ze niet meer christelijk. Het is heel erg geseculariseerd hier. Maar wee je gebeente als je het over een feesttol hebt in plaats van over een kersttol. Want dan is het dus het einde van de wereld. Er zit iets anders achter dan zozeer dat iemand die heel erg geworteld is in zijn eigen christelijke geloofsbeleving. Ja, die zal het verder een zorg zijn of je het een kersttol of een feesttol of een paastol noemt. Ja, voor want die mensen, ik heb een boodschap. Jullie mogen mijn kerstster eten. Ja, dat... nee hoor, het is meer toch een angst voor allerlei onbenoembare zaken die op deze manier wordt gefocust. Richting moslims vooral en ook eigenlijk in sommige kringen ook steeds meer richting Joden. En dan vooral die Joden die in hun ogen niet deugen. Dus linkse Joden, progressieve Joden, Joden die opkomen voor de rechten van Palestijnen. Dat soort zaken. Die krijgen steeds meer de volle laag. Nou, het grappige is, een heleboel mensen die ik ken die moslims zijn, vrienden die bij ons thuiskomen, die hebben bijvoorbeeld helemaal niets tegen Joden. En die zeggen, ja, wij hadden in Marokko een grote Joodse enclave. En ook op Twitter van de week waren het heel vaak moslims toch die hun mond open trokken en die zeiden, blijf met je handen van iemand af. En dat vond ik toch wel opvallend. Daar waar juist een heleboel mensen uit de gewone Nederlandse cultuur begonnen van, ja, maar Israël. Want het schijnt, als je Joods bent, dan ben je altijd Israël. Ja, dat is een beetje alsof je Braziliaan bent. Dan ben je automatisch ook vertegenwoordiger van die rare rechtse man die daar nu gewonnen heeft. Dat is Bolsonaro. Toch? Ja, en dan dans je in het carnaval en zo. Ja, dat automatisch. Ja. Ja, het zijn ingewikkeld. Kijk, dit is natuurlijk iets ingewikkelds. Want er zijn natuurlijk wel moslims in de wereld en ook in Nederland die om allerlei redenen een probleem hebben met Joden. Dat kan religieus zijn. Dat kan zijn omdat ze dingen zien op bepaalde televisiekanalen. Het kan allerlei oorzaken hebben. En dat probleem, dat overigens denk ik kleiner is dan er vaak over wordt gesproken in Nederland, dat bestaat natuurlijk wel. En dan moeten we ook niet onder de tafel schuiven. Maar het is in de moslims die ik ontmoet, niemand heeft daar enige interesse in dat ik Joods ben en dat dat iets zou betekenen of dat ze daar iets zouden van moeten vinden. Daar gaat het helemaal niet over. In mijn contacten met moslims. Het is iets, een ster met verschillende aspecten of zo. Ik vind het moeilijk om er echt heel veel conclusies aan te verbinden ook. Okay. Wat ik dus wel heel bijzonder vind, is dat als er iets is met bijvoorbeeld weer een aanslag waar terrorisme bij betrokken is, en het is dan IS geweest, dan begint men allemaal te roepen, ja, maar het zijn niet de moslims die hier wonen. Maar het gekke is, als je het dan weer hebt over Joden die hier wonen, dan roept men meteen, ja, maar het is Israël. En dat vind ik dus wel heel frappant. De ene kant willen ze altijd mensen ontlasten van schuld. En aan de andere kant willen ze dus mensen belasten met schuld. En dat vind ik toch wel een rare stelling eigenlijk. Ja, maar dat is denk ik een beetje het probleem wat we hier in het Westen hebben. Dat
dat heel veel van die groepen en mensen die dan op zoek zijn naar iemand om de schuld te geven, het eigenlijk ook niet meer zo precies weten. En maar wat roepen. Ik was een paar jaar geleden in Damascus in Syrië. En op een gegeven moment waren we dan in de christelijke wijk. En daar liep ook iedereen met een hoofddoek op. En die zagen er eigenlijk net zo uit, die vrouwen, als de moslimvrouwen. Dus weet je, als je gaat naar de plek waar het allemaal vandaan komt, dan ligt het alweer heel anders dan het hier ligt. En tot mijn grote verbazing, want dat wist ik ook niet, we gingen daar naar die grote moskee. En daar is dus ook het graf van Johannes de Doper. Een christelijke heilige. En maar dat is in de islam dus ook een heilige. En dat wist ik niet, maar dat komt dus. Mensen van allerlei geloven komen daar naartoe om naar dat graf toe te gaan. En dus als je je er een beetje in verdiept, dan worden dat soort uitspraken eigenlijk al helemaal onmogelijk. Want dan kun je niet meer zeggen van ja, maar het is uit die hoek en het is uit die hoek. Want het ligt niet zo zwart-wit of ongenuanceerd als veel mensen hier roepen. Ja, want en zoals ik al zei, de meesten weten er gewoon nog helemaal niks vanaf. Er is natuurlijk best jodenhaat, ook onder moslims. En het is ook niet helemaal voor niks dat er na de onafhankelijkheid van Israël zoveel moeite is gedaan om joden weg te krijgen uit bijvoorbeeld Bagdad en Teheran. En ook uit Marokko trouwens, want er wordt wel veel gezegd over hoe goed ze daar hadden, maar dat was ook niet allemaal even florissant. Er waren hele geheime operaties om daar de mensen weg te krijgen, omdat die echt onderdrukt werden. Dus er was altijd wel vervolging en onderdrukking. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat alle moslims dan tegen de joden zijn. Zo ligt het natuurlijk niet. Ik denk die dat reddingsoperaties waren ook niet mogelijk geweest als daar niet ook mensen waren geweest die hadden meegeholpen. Juist. Zo ligt het dan ook. En is het niet zo dat er eigenlijk een heel groot overlap is tussen het moslimgeloof en het joods geloof? Ja. Ja, in veel opzichten wel. Maar goed, niet veel mensen weten dat ook niet, hoor. Die hebben toch... Omdat Nederland zo geseculariseerd is, is de kennis van die religieuze tradities heel erg aan het wegzakken. Dus wie Johannes de Doper was en wat hij deed en waarom hij nou in Damascus begraven ligt, dat is iets wat een heleboel mensen al helemaal niks meer zegt. Dus dat klopt. Nou, ik weet wie het was, want ik heb een katholieke opvoeding gehad. Dus dat weet ik dan allemaal wel weer. En ik weet ook dat zijn hoofd eraf gehaald is om te geven aan de vrouw van, wat was het, een koning of zoiets? Hè? Of een... Ja, ik heb niet gecontroleerd of het hoofd er ook was. Genoeg. Dat vind ik nou weer zo jammer. Zij vroeg het hoofd volgens mij als teken dat... Oké. Ja, ik moet helaas bekennen dat dit aspect, dat ik daar nou niet zo goed in thuis ben. Maar wat staat er in de Koran bijvoorbeeld? Heel veel mensen die op internet dingen schrijven en op Twitter dingen twitteren en Facebook en al die sociale media, die hebben dan zeg maar de Wikipedia pagina erover gelezen, maar verder komen ze ook niet. Hè? Ja, precies. Ja. En ze snappen het vaak ook nog niet. Ja, of ze hebben ooit het idee van Joden zo vaag een beetje, maar niet. Ik bedoel, het is ook die drie religieuze tradities. Daar moet je ook echt wel wat van weten om te begrijpen hoe dat in elkaar zit en hoe het allemaal elkaar beïnvloed heeft en heel erg op elkaar lijkt. Vooral islam en jodendom hebben heel veel met elkaar gemeen. Maar ja, als je er niks van weet, ja, dan wordt dat natuurlijk een beetje een moeizaam gesprek met zo iemand. Nou, ik vond dat heel leuk. Ik kwam vroeger bij mijn ouders kwam een pater over huis als een theoloog. En mijn vader ging dus totaal niet naar de kerk. Mijn moeder dus eerst wel. En toen zei de pater altijd, zei die van... nou, weet je wat, dat Joodse geloof was zo moeilijk voor de Grieken. Toen hebben ze er maar een soort Jodendom light van gemaakt. En dat zou dan het katholieke geloof geworden zijn. Nou, ik vind dat eigenlijk een mooie afsluiter van dit uur. Ik gooi er nog een track in. Onderhand gaan jullie koffie drinken. Ja, wij gaan koffie drinken. En dat zien we jullie zo terug. Jee, Join Radio. I'm
Mijn naam is 9G Music. Dit is de Joint Politics. Anaïs, aan jou het woord. Zo, we zijn weer terug. We hebben even een kopje koffie gedronken. En ik ben weer in gezelschap van Daphne Meijer en Okke Ornstein. Die hebben geen verdere introductie meer nodig. Ik denk dat jullie wel het begin van het programma gevolgd hebben. En zo niet, dan gaan jullie nu weten wie dat zijn. Want we gaan het nog even hebben over antisemitisme. Ik heb hier een stelling. Iemand heeft moeite met de term antisemitisme, want het is discriminatie. Waarom een aparte benaming? Dat heb je toch ook niet voor andere godsdiensten en of volkeren? Daarmee sla je iedere discussie dood. Daar ben ik het wel mee eens met wat deze luisteraar zegt. Om het over antisemitisme te hebben is eigenlijk ook een soort traditie die uit de geschiedenis stamt. Omdat antisemieten daar zelf ooit mee begonnen zijn om specifiek Joden discrimineren. Wat niet wil zeggen dat antisemitisme geen vorm van discriminatie is, zoals je ook andere vormen hebt en het ook heel erg lijkt op andere vormen van discriminatie en racisme. Aan de ene kant heeft het ook een voordeel om antisemitisme specifiek te benoemen. Want dan kun je ook heel gericht aan werken. Hè? Bijvoorbeeld als het te maken heeft met vernielingen van Joodse gebouwen of Joodse graven of dat soort dingen, dan kun je daar heel gericht beleid op voeren als politiek. Aan de andere kant heeft antisemitisme, net als andere vormen van racisme, natuurlijk een... Ja, je moet daar op een manier mee omgaan door de gelijkheid van alle mensen heel erg te benadrukken in voor allerlei soorten programma's en allerlei soorten mogelijkheden die je maar hebt als samenleving en als overheid om daar wat tegen te doen. Ik zit heel aandachtig. Okay, ik dacht, je maakt een beweging, Okke, maar we zitten hier naast elkaar in de studio. Ja. En ik zag uit mijn ooghoek dat jij een beweging maakt om misschien even in te breken. Maar... Nee, ik vroeg me alleen ineens af, wat doe jij precies bij een ander Joods geluid? Ik ben daar aangenomen als medewerker politiek en lobby. Maar ik ben nu politiek medewerker alles. Alles. Dus ik doe ook de nieuwsbrief en sociale media en subsidievoorstellen schrijven. Ik ben even medewerker alles. En leg dan eens uit wat heel ander geluid inhoudt. Het Ander Joods Geluid is een organisatie van Joden die in 2000, er waren politieke ontwikkelingen in Israël, die leidden tot de Tweede Intifada. En er was een deel van de Joodse gemeenschap dat merkte dat daar helemaal geen kritiek op geuit kon worden vanuit Joodse kring. Dat iedereen, het leek alsof iedereen het eigenlijk maar oké vond. En zij hebben zich toen eerst in een grote advertentie in de kranten en later ook in een organisatie tegen verzet gezegd: wij zijn het hier helemaal niet mee eens en wij willen ook dat Israël dat weet. En dat is uitgegroeid tot een organisatie die zeg maar op een andere manier wil vertellen wat Joden in Nederland bezighoudt. En ook het monopolie wil doorbreken van organisaties zoals het SIDI. Die altijd zeggen dat ze namens alle Joden spreken. En dan zijn wij er en wij zeggen: nou, dat is dus niet het geval. Dat is een beetje wat wij... We hebben een andere mening en die willen we ook laten horen. Ja, en wij hebben ook internationale contacten. Wij zitten ook in een internationaal netwerk van Joodse organisaties die het met ons eens zijn en die dat ook vinden. En die dus ook andere dingen willen in het Midden-Oosten en met Israël dan wat er vaak gezegd wordt uit onze naam. Dus dat is wat wij doen.
Daar zitten ook mensen als Harry de Winter bij. Ja, toch? Harry de Winter is een van de oprichters. Ja, dat herinner ik me. En andere, samen met een heleboel andere mensen. Ja. Ja. Maar even terug naar de vraag. Vind je ook bijvoorbeeld dat, dat politieke partijen zich moeten uitspreken voor speciaal hulp aan Joodse mensen die behandeld worden als minder door antisemieten? Moet daar een speciale wet of een speciale gedragscode voor komen? Of? Ja en nee. Ik denk dat... kijk, Joden in Nederland hebben voor een groot deel een geschiedenis van vervolging achter de kiezer, die nog steeds nawerkt, die nog steeds doorwerkt. En op dat specifieke onderwerp is het goed dat er ook specifiek beleid gemaakt wordt. Bijvoorbeeld om de dodenherdenkingen te bezoeken en mogelijk te maken. En bijvoorbeeld subsidie te geven, zodat het gebied van het voormalig vernietigingskamp Sobibor zo blijft zoals het is. Dat soort dingen, dat is goed. Maar om nou Joden verder helemaal opzij te zetten van andere bevolkingsgroepen die ook gediscrimineerd worden, dat is natuurlijk eigenlijk niet oké. Want daarmee los je het probleem niet op. Een heleboel Joden willen ook helemaal niet apart gezet worden. Die willen gewoon leven in Nederland net zoals alle andere mensen. Dus er veel, vooral progressieve Joden, linkse Joden zeggen, laten we voor alle vormen van, laten we opstaan tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Ook tegen dat nou toevallig gericht is tegen ons, maar ook tegen dat wat gericht is tegen andere mensen. En laten we dan ook met elkaar samen optrekken, want met elkaar zijn we ook veel sterker dan alleen. Dus dat het is een beetje dubbel. En veel Joden vinden het ook ingewikkeld dat er zo'n verschil wordt gemaakt nu tussen aan de ene kant Joden en aan de andere kant mensen de rest die gediscrimineerd worden. Ja, mensen met een migrantenachtergrond en moslims en allerlei andere specifieke groepen in de Nederlandse samenleving. Ik denk van ja, laten we daarmee ophouden. Laten we gewoon met elkaar tot een soort rethink komen over hoe het in heel Nederland beter kan. Of in de hele wereld eigenlijk. Maar laten we even ons beperken tot Nederland. Dat is de stofzuiger. Ja, ja. Wij horen naast ons in de studio is iemand aan het stofzuigen. Oké, heb jij er nog wat op te zeggen? Ja, nou, ik hing daar ook een beetje over op twee gedachten, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik het er wel mee eens ben dat het natuurlijk niet uitmaakt wie er wordt gediscrimineerd. Mechanisme gewoon op moet houden. Tegelijkertijd denk ik wel dat wat Joden hebben meegemaakt in de geschiedenis wel uniek is. En dat de Jodenvervolging, dat het zo georganiseerd uitroeien van een volk, dat er gewoon een plan voor was, dat er treinen werden, kampen voor werden ingericht, dat gewoon tot in detail geregeld dat op die manier zou gebeuren. Dat is nooit eerder en nooit later vertoond in de geschiedenis. Er zijn natuurlijk wel allerlei gruwelijke dingen gebeurd, maar niet dat. En dat maakt het Joodse verhaal wel uniek. En dat daar ook een iets andere behandeling uit voorkomt, dat snap ik wel. Ik snap wel dat Joden bijvoorbeeld denken dat dat toch iets anders is dan wanneer je als Turkse immigrant wordt nageroepen op straat. Of daar zit natuurlijk toch een andere lading achter. En dat maakt misschien voor de mensen die het overkomt niet zo heel veel uit. Maar er is niet zoveel vergelijkbaars in de geschiedenis. Behalve misschien, dacht ik net toen jij zat te vertellen, de slavenhandel. Wat natuurlijk ook een heel georganiseerde vorm was om mensen, een continent te plunderen, mensen te roven en die dan te verkopen in de nieuwe wereld voor geldelijk gewin. En ik denk dat het enige is wat een beetje in de buurt komt van zoiets als de Holocaust. Is men misschien in Nederland ook een klein beetje verplicht aan de Joodse inwoners om toch iets speciaals te doen vanwege dat toen mensen terugkwamen uit de kampen, hun huizen geplunderd waren, gepulst waren,
dat mensen slecht behandeld werden, zelfs nog rekeningen kregen om te betalen, zijn we het eigenlijk niet als maatschappij een klein beetje. Nou, er is nog steeds gedoe over de roofkunst. Ja. Nu net weer een paar weken geleden was er een uitspraak van de een of andere commissie, ik heb het niet tot in detail gevolgd, die zei dat een bepaald stuk eigenlijk aan het museum toe moest blijven behoren waar het was. En niet moest worden teruggegeven. En dat heeft internationaal heel veel kritiek gekregen, die beslissing. Ja. Dus zo goed zijn we ook niet bezig in Nederland. Nou, ik denk, ik wil dat een klein beetje nuanceren. Ik denk dat er in Nederland niet in 1945, 46, 47 was iedereen bezig met die totale wederopbouw van het land. Maar in de tijden daarna, in de jaren 60, jaren 70, is er wel steeds meer begrip gekomen en steeds meer zelfonderzoek gepleegd door Nederlanders om te begrijpen van wat is er nou eigenlijk gebeurd en wat hebben wij daar eigenlijk aan bijgedragen en hoe kunnen we dit goed maken. En toen is er ook wel steeds met kleine stapjes van alles geprobeerd om dingen niet goed te maken, maar in ieder geval wel enigszins te compenseren. Mensen, Joden zijn individueel en collectief ook gecompenseerd voor bezit wat van ze geroofd is in de jaren 60 en ook weer aan zeg maar rond de millenniumwisseling. Dus er is wel in vergelijking met sommige andere Europese landen waar dat proces amper op gang gekomen is nog, is er in Nederland wel toch wel het nodige gebeurd. En voor sommige mensen, sommige slachtoffers die dat zelf hebben meegemaakt, of kinderen van die mensen die dat, zeg maar, hun hele jeugd dat kampverhaal hebben moeten aanhoren, is het misschien too little too late. Het is toch gewoon het glas half leeg. Maar dat is ook iets, denk ik, dat Nederland, je kunt niet zeggen dat er niks gebeurd is en dat de Nederlanders niet iets geprobeerd hebben goed te maken. Al hebben ze dat misschien soms heel lomp gedaan en veel te laat. Ik bedoel, de NS die kwam onlangs met een verklaring dat ze excuses hebben aangeboden en dat ze ook mensen gaan compenseren voordat ze hun voorouders hebben meegenomen in de trein in de oorlogsjaren. Dat is dan iets van 75 jaar later of zo. En dan denk ik, nou hoeft het niet meer. Maar voor anderen, zorg nou maar dat ze gewoon nu op tijd rijden. Ja, nou, dat is het. Ik wou het niet zeggen, maar. Ja, maar voor anderen is dat toch ook wel een heel goed moment van genoegdoening. Van nou, eindelijk is er iemand bij de Nederlandse spoorwegen die wakker geworden is. Of de heidemaatschappij. Nou, ja. Wat ik eerder denk is dat de NS gewoon traditioneel een bedrijf is wat altijd vertraging heeft. En ik denk dat dit weer toont. Ja. Maar toen hadden ze niet geen vertraging. EU toch wel een beetje heel erg extreem. Daarom vertraging. Ja. Als we gaan kijken naar de Nederlandse overheid, die is helemaal lang wachten met excuses aanbieden aan verschillende ex-koloniën en dergelijke. Ja. Daar zitten mensen nog steeds vandaag de dag eigenlijk nog op te wachten. Dus, dat klopt. Het is een Nederlandse traditie eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou ja, ik denk dat het een traditie is van regeringen, van overheden, om liever de doofpot lekker dicht geen te schuld houden, willen bekennen. Geen schuld te bekennen. Ja. Te doen van ja, wij hebben er niks mee te maken. Het was de buurman of het was de natie die ons bezet heeft. Of op andere manier niet op een volwassen manier te dealen met het verleden. En of dat nou over Joden gaat in Litouwen of over de slavenhandel naar Curaçao in Nederland. Ja. Mensen willen maar liever dat het allemaal een beetje gezellig blijft en er niet over gesproken wordt. Ja, en dat er vooral geen juridische aansprakelijkheid is. Want dan zijn het natuurlijk helemaal de rapen gaar. Blijven Nederlanders, hè? Betaald moet gaan worden.
Ja, betalen is het grootste probleem. Een ander vraagje. Denken jullie dat het vallen van de Berlijnse muur ook wel te maken heeft gehad met veel meer antisemitisme wat je hoort? Nou, in Duitsland wel, denk ik. Ik weet niet of dat hier ook zo is, maar het meeste wat je nu ziet aan extreemrechts in Duitsland komt uit het voormalige Oost-Duitsland. Ja. Daar is het sterkst. En daarmee, met die bewegingen, komt ook het antisemitisme weer terug. Of verder op, hoe je het ook wil zeggen. Dus ja, dat heeft er wel iets mee te maken, ja. Want als je ziet vroeger dat ook, zeg maar, de Russisch, het communisme, dat heel erg antisemitisch was eigenlijk. Nou, je ziet nu nog dat in Polen, nou, vertel ze niet dat de vernietigingskampen bij hun in het land waren. En dat de Polen bestond niet echt, ja, bekend stonden als de grootste vrienden van het Joodse volk. En dat is, geloof ik, zelfs strafbaar om dat daar openlijk te zeggen. Ja, en wat Nederlanders dan weer niet begrijpen, dat zelfs tussen Joden van verschillende soorten, Ashkenazi's of Sephardim, dat er ook weer wrijvingen zitten. Dat men ook weer Hoogduitse Joden... Trouwens, Ashkenazi's, dat schijnt ook van de Duitse Joden eigenlijk te komen, hè? Want veel mensen die denken dat het vanuit de Russische kant komt, maar ja, het schijnt Duits te zijn. Hè? In België heb je de Walen en de Vlamingen. Maar ja, dat is toch wel even iets anders. Ik weet niet of dat zoveel anders is. Kijk, je hebt natuurlijk binnen elk volk heb je groepen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Bedoel, wij zitten hier in Amsterdam en dan praten we toch meestal met veel détain over die mensen die daar beneden de grote rivieren wonen. Die horen er toch eigenlijk niet echt bij. Het blijft heel stil. Nee, ik heb via een Tilburg gezeten, dus het klonk heel aanlokkelijk. Dus ik ben ook vatbaar voor populisme, is de conclusie. Ja, toch? Maar zo heb je dat binnen elk volk, heb je dat natuurlijk wel. Ja. Nee, maar omdat men hier praat dan vaak als men het heeft over tegen Joden zijn. Joden zijn allemaal hetzelfde. Maar terwijl er heel verschil tussen zit. Nou, eigenlijk zou je zelfs... In Duitsers ook. Ja, heel verschillend. Die wonen meestal in één land. Maar wat er dus met Joodse mensen aan de hand is, is dat die vaak verspreid over meerdere landen wonen. Ja, maar dan nog met de Palestijnen is het ook zo. Ja. Heb je heel veel verschillen. Eigenlijk als je dat... Arabieren ook. Als je dat erbij pakt, zou je eigenlijk... als je kijkt hoe Israël eigenlijk de minderheden behandelt, dus dan... Zeg maar de Falasje Joden en dergelijke. Zou je kunnen zeggen dat ze goed antisemitisch zijn in Israël zelf? Dat is ook één ding. Omdat ze behandelen eigenlijk, hoe heet dat, bepaalde... Ik denk dat meer discriminatie is. Nou, maar nog steeds behandelen ze... Ze op een slechte manier. Ja, maar daarom, omdat ze dus donker zijn. Ja, nee, maar is het interessante idee... Maar ze zijn ook Joods. Maar ik vind de politieke verschillen eigenlijk veel interessanter. Wat jij net al aankaartte, dat er zo'n grote groep hier, het Sidi, is, die dan zeggen namens alle Joden te spreken. En wat toch eigenlijk het meest lijkt op een soort Likud-fanclub. Terwijl dat toch echt niet het enige is wat er binnen de Joodse wereld aan politieke opvattingen leeft. En dat vind ik eigenlijk veel kwalijker. Dat er heel vaak wordt gedaan alsof alle Joden dan maar Israël zijn en dat ook steunen. Terwijl er toch heel veel oppositie is tegen de koers die de regering in Israël vaart. En terecht ook, lijkt me. Ja. Maar goed, stel je nou voor, ja, er is hier in had men het erover om, zeg maar, een aantal partijen wilde zich niet aansluiten om speciale maatregelen te treffen tegen antisemitisme. En daar zijn jullie wel voor. Nou ja, als je doelt op het Joods akkoord, dat is in de verkiezingscampagne van maart, februari van dit jaar in Amsterdam gesloten. Tussen de Joodse gemeente Amsterdam en een groot aantal van de toen in de verkiezingscampagne deelnemende partijen. En Bijeen en Denk en de Partij van de Dieren hebben daar niet aan meegedaan. Die zeiden, ja, we gaan niet specifiek alleen voor
de Joodse gemeenschap ons inzetten tegen de discriminatie. We doen dat voor iedereen. En er was ook een probleem dat zat een beetje in de staart van die tekst die toen allemaal door iedereen ondertekend is, behalve dus door die partijen, waarin een definitie werd gebruikt van antisemitisme, die ook wordt gebruikt om kritiek op Israël te bemoeilijken. En die twee redenen, hè, van het gaat alleen over discriminatie van Joden en niet van andere Amsterdammers, terwijl je dat integraal moet aanpakken, en de definitie klopt niet, wordt misbruikt. Dat was gewoon een reden om dat niet te doen. En ik denk, achteraf gezien, dat degene die zeiden we gaan dit niet ondertekenen, hadden eigenlijk een soort alternatief voorstel op tafel kunnen leggen. Om iedereen daar wat veel breder zou zijn. En wat ook zou gaan over anti-zwart racisme en over islamofobie, om zeg maar een grotere vuisten te kunnen maken. Dus dat is ook een beetje een gemiste kans. Maar ja, dat is achteraf praten, mm-hmm, 9 maanden later. Ja. Jammer. Ook, heb jij er wat op te zeggen? Ja, nee, ik ben daar wel mee eens. Dus, ik vind jou stil vandaag. Ik hoor je niet zo veel. Nou ja, kijk. Ik vond toen dat ik dacht ik van nou ja, ze kunnen het eigenlijk net zo goed tekenen. Want het heeft verder ook niet zo heel veel betekenis. Maar er werd enorm veel betekenis aangegeven door allerlei columnisten en mensen op de televisie en zo. Die deden alsof daarmee het, zeg maar, als dat niet getekend werd, dan zou morgen de treinen naar Auschwitz weer gaan rijden. En zo ongeveer werd er over gepraat. En dat maakte het natuurlijk wel heel, heel moeilijk. En dan zet iedereen zijn hakken in het zand. En, maar ik was het er wel mee eens. Ik vond vooral dat punt van ja, je moet geen definitie maken van antisemitisme. Dat is wat Israël heel, of de regering nu heel graag wil. Dat elke kritiek op beleid daar wordt uitgelegd als antisemitisme. En daar moet je niet aan mee willen doen. Nee. Dat kan echt niet. Dat is echt wel een groot probleem ook aan het worden, zo langzamerhand. Ja. Ja. Is het ook zo dat de Verenigde Staten het ook in de hand werkt dat mensen zich contra Joodse mensen keren? Vanwege hun Israël-beleid, hè? Ik denk eigenlijk dat sommige mensen die zich tegen Joden keren of tegen Israël daar helemaal geen aanleiding voor nodig hebben. Sowieso discriminant zijn. Ja, sowieso vinden ze dat gewoon wel lekker. Of beleven ze daar een soort perverse plezier aan. En andere, ja, kijk, de Israëlische regering, die doet al genoeg om het een heleboel mensen heel makkelijk te maken om zich heel kritisch tegenover hen te uiten. Dus daar heb je Trump en de huidige Amerikaanse regering eigenlijk helemaal niet van nodig. Dat kunnen ze zelf heel erg goed en dat doen ze ook. Dus dat. Ja, er zijn nou wel dingen aan de hand dat je in Amerika, in sommige staten, als je een baan bij de overheid wil, dan moet je een verklaring ondertekenen dat je niks tegen Israël zal doen. Er wordt ook steeds meer geprobeerd om het steunen van boycott strafbaar te maken. Ja, dat niet alleen in Amerika, maar ook in andere, in sommige Europese landen. Daar maak je natuurlijk ook geen vrienden mee met dat soort beleid. Nee, maar dat wordt ook steeds duidelijker. Ik bedoel, alle pogingen om dat stilletjes te doen zijn mislukt. Want er wordt enorm veel lawaai over gemaakt en er worden rechtszaken gevoerd, hè, tegen die lokale wetten. Van als ik een aannemersbedrijf heb ergens in Amerika en ik wil een school bouwen voor een gemeente, dan moet ik een contract ondertekenen dat ik tegen de boycott van de bezette gebieden ben.
En anders mag ik niet, dan mag ik die school niet bouwen. Nou ja, en daar, dat soort malligheid, daar is nu toch ook wel veel publiciteit over. En daar worden ook rechtszaken over gevoerd. En die worden dan vervolgens gewonnen door, zeg maar, de mensen die voor vrijheid van meningsuiting zijn. En dat is ook hun argument. Je mag gewoon voor een boycott van Israëlische producten zijn. En dat hoort, dat mag gewoon van de Amerikaanse wet. Dus ga toch weg met ja, je. Ja, van de grondwet zelfs. Ja, ja, staat in de Amerikaanse grondwet, First Amendment. Dus dat mag gewoon. En het is wel een... aan de ene kant is er steeds meer druk vanuit Israël en allerlei vrienden van Israël uit de evangelisch-christelijke hoek dan vooral, om maar die boycott zoveel mogelijk te bemoeilijken en om die kritische stemmen maar zoveel mogelijk te dempen. En aan de andere kant zie je gewoon dat dat niet werkt. Want wij zitten hier nu, 5000 kilometer verderop, er ook over te praten. Dat, hoe gek dat is. Dus ik ben niet zo pessimistisch wat dit betreft. Ik heb ook het idee dat... Israël was natuurlijk altijd een land wat... Als er één ding goed kon, dan was het propaganda maken. Mm-hmm. En public relations. Dat hebben altijd, nog steeds hebben ze de beste voorlichting. Als er iets aan de hand is in Gaza of er is ergens een aanslag of ze gaan iets doen, dan kun je bij hen terecht onmiddellijk voor videomateriaal, voor verklaringen. Ze hebben een groot perscentrum. Je kunt er, alles is geregeld. En bij de Palestijnen is het natuurlijk allemaal houtje touwtje en amateuristisch. Ja, dat niet, wordt nu wel iets beter, maar dat is, staat niet in verhouding. En dat zie je ook in hun messaging naar buiten toe. Dus het hele verhaal over dat je niet mag komen aan de legitimiteit van de staat Israël. Al heb je maar kritiek op wat ze doen, dan is dat meteen al dat je de staat ondergraaft. Dat hebben ze heel lang heel goed vol kunnen houden. En dat klopt wel wat jij zegt. Dat niet meer zo goed lukt. Dat die boycott, die BDS-movement, die wordt toch wel steeds sterker. En ik merk het ook zelf als ik in de supermarkt ben, dat ik dan laat ik die kaki-vruchten uit Israël toch maar even liggen. Dan koop ik ze toch liever als ze maar uit Marokko of Spanje, of weet ik veel waar ze dan verder vandaan komen. Ja, om het niet te steunen. Ja. Ik wil je wat vragen. Ik heb zelf wel eens het gevoel dat een heleboel dingen een hype zijn. We hebben een tijd terug gehad. Bijvoorbeeld was Israël juist in Nederland geweldig naar de Zesdaagse Oorlog. Iedereen die was pro-Israël en iedereen... iedereen was een jodenknuffelaar, om het me even lullig te zeggen. Nu is Israël uit, althans Joodse mensen zijn uit, en nu gaan we allemaal moslims knuffelen. Is het ook een soort gebrek vanuit besef en opgestookt door bepaalde opruiers om te maken dat mensen een bepaalde richting opgaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn wel... wat jij ook al eerder zei, er zijn natuurlijk wel een soort golfbewegingen in racisme en discriminatie. Eerst waren het de Italianen en toen de Spanjaarden en toen de Turken en toen de Marokkanen. En toen hadden we nog de Antilliaanse jongeren en dan de Surinamers. En nou, allemaal gaat dat zo'n beetje, dan is de ene groep weer uit en dan is de volgende groep, die is weer een tijdje de klos. En nu zijn het dan de moslims en vluchtelingen vooral. Ja. En de Joden hebben daar altijd wel zo'n beetje in wisselende hoeveelheden. Mochten wisselende percentages mochten die toch altijd wel meedoen aan dat verhaal. Zo goed zijn we wel in Nederland. Of dat omgekeerd ook bestaat, wat jij nou zegt. Dat er dus bepaalde favorieten zijn. Die vinden we dan ineens heel aardig. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat het Joodse, dat er een tijdje wel zoiets was van... Dan las je ineens in al die bladen over Joods eten. En dan was kletsmermuziek, dat was ineens heel populair. Zo'n hoos hebben we wel gehad. En Joodse films ook en zo. Dalia Lavi, iedereen die was helemaal idolaat van die mooie vrouw. Ja, en dat hebben we natuurlijk met zigeunercultuur ook een tijd gehad. Dat dan ineens was het dan helemaal. Zigeunerbruiloften is nog steeds helemaal een ding, geloof ik. Maar ja, of dat nou zo'n sterke beweging, ik weet niet. Dat weet ik, nee. Nou, ik heb thuis een boek.
van mijn vroegere... Nee. Ik heb een paar boeken, maar ik heb in ieder geval één boek wat ik even specifiek onder jullie zeer gewaardeerde aandacht breng. En dat is van mijn vroegere baas, Mauke Buit. En dat heet Wij staan achter Israël. Wij stonden achter Israël. Wij hebben achter Israël gestaan. En dan denk je, nou, dat is vorige week verschenen. Maar nee, dat is uit 1978. Dus 40 jaar geleden heeft hij dat geschreven. Samen om te beschrijven hoe na de Yom Kippur-oorlog van 1973... de publieke opinie over Israël een draai heeft gemaakt van wij houden van Israël, wij staan achter Israël, tot het moet nou maar eens een keer afgelopen zijn met dat glazer tussen die Israëli's en die Palestijnen. En dat dus aan de ene kant is het al jarenlang het geval dat veel Joden het gevoel hebben Israël staat zo in de negatieve belangstelling. En de liefde die wij voor Israël voelden in de hele Nederlandse samenleving, dat is helemaal weg. Ik denk dat dat een redelijke, unieke gebeurtenis is geweest in 1967. Toen stonden alle planeten even voor Israël op de goede plek. En toen was er ook in Nederland enorm enthousiasme. En dat is eigenlijk vrij kort daarna wel weggeëbd. En nog steeds verlangen veel Joden, en zelf betrap ik me daar ook wel eens op hoor, die verlangen daar wel weer naar terug. Van toen Esther Olfarim nog in de Rudy Karel-show optrad, toen was het af toen Peres aan de macht was. Ja, precies. En toen Sonja Barend Hebreeuws sprak inderdaad met Simon Peres in de Sonja Goed Nieuws Show. Of hoe heette dat? Mijn details zijn een beetje vaag, maar het is ook al heel lang geleden. Wat dat betreft is er... Het warme gevoel. Het warme gevoel is er altijd geweest, maar ook weer niet. En als je... Het is ook weer, het glas is half vol of het is half leeg. Als je de hele tijd... daarnaar zoekt, dan vind je het niet. En als je het niet zoekt, dan zie je opeens weer een Israëlisch filmfestival. Of komen er een heleboel Israëlische films op de televisie. Of is er iets anders? Misschien als er een andere regering komt. Zo. Ik weet niet of dat er iets mee te maken. Dit gaat over ook over wat een bevolking interessant vindt. En ik was van de week in de grote boekhandel. En ik zag dat ze... die had vroeger tot voor kort een hele verdieping vol met reisboeken. Die reisboeken die zijn allemaal weg. Dat zijn dan nog twee kleine boekenkasten. En er staan nu alleen maar kookboeken. En... dingen veranderen natuurlijk ook. Hè? Er is zeg maar smaak. En wat wij graag willen. En wat we interessant vinden als hele Nederlandse bevolking. Dat is natuurlijk ook voortdurend aan verandering onderhevig. En vandaag zijn we alleen maar geïnteresseerd in koken en eten. En dat soort dingen. En over een paar jaar gaan we allemaal borduren. Of zijn we dat nu al aan het doen, maar heb ik dat gewoon niet gezien? Nee, dat zie ik ook niet. Er zijn ook... Okke verheugt zich daar nu al op. Ja, ik kan niet wachten. Ja. En dat soort lange termijn verschuivingen... Ja, daar spelen de Nederlandse Joden en het Jodendom en Israël... even in een driehoekje... ook gewoon hun rol in. En, dus het is wachten op de volgende. Ja, wachten op... vooral wachten op betere tijden. Na de ondertekening van die Oslo-akkoorden... waren de Israëlische schrijvers... de Israëlische filmmakers... Israëlische koks... gewoon niet aan te slepen. Midden jaren 90. Enorm optimisme bij iedereen van het gaat goed. Er komt vrede en de Palestijnen die gaan het eindelijk beter krijgen. Er was een groot optimisme hier bij iedereen. En dat is helemaal weg.
Dus is de belangstelling voor Israël ook weg? Als je nu kijkt naar West-Europa en onze cultuur, en waarmee ik ook de politiek bedoel trouwens, maar dan wat ik zie is dat alles wat avant-garde is, of nieuw, of interessant, die drie dingen, dat komt eigenlijk uit de multiculturele samenleving. Dat komt van buiten. Niet vanuit deze zogenaamde joods-christelijke cultuur, wat dat dan verder ook mag zijn. En ik denk dat het een beetje de vraag is of het Joodse, of de Joodse cultuur daar nog onderdeel van is of niet. Of er nog aan mee wil doen of niet. En om dat te doen, denk ik wel dat er in Israël iets moet veranderen. Omdat het anders toch een obstakel blijft voor al die andere groepen mensen die hier wonen, om te zeggen van ja, jullie horen daar ook bij. En daar bedoel ik dan niet mee dat er gediscrimineerd wordt, maar wel dat als je enig cultureel gewicht in de schaal wil leggen, dan kun je je eigenlijk zoiets als wat er nu in Israël gebeurt niet veroorloven als volk. En daarom is het denk ik wel belangrijk dat daar de regering verandert. Ja, ja. En de politiek dus verandert. Ja, nou ja, de politiek. Ja. Er moet echt, ik bedoel, dat conflict niet allang is opgelost, is eigenlijk te belachelijk voor woorden. Dat hoor ik, dat zeg ik niet alleen, dat zeggen zelfs mensen die ik ken, die nog aan de vestiging van de Joodse staat hebben meegeholpen en daar met geweren rondliepen. En die zeggen dat ook, het moet gewoon opgelost worden. Ja. Heb ik nog... Oh nee, ga maar. Nee. Ik wilde even zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Nou, ja, mooi. Nou, kijk, die gaan niet op de vaart. Trouwens, iemand heeft hier zo'n zware ademhaling, dat wel lijkt of ik zit te pitten, Nanji. Hoor je zelf niet, hè? Nee, het is een beetje erg veel vocht in de lucht, dus dan... Okay. Ben ik een beetje een hijgend hert? Ik hoor het. We schieten hier niet af in ieder geval. Nou ja, hoef ik ook geen belasting te betalen, dus... Dan ga je naar de Oostvaardersplassen, moet je zien hoe guit je geweest bent. Ja, de mensen gaan een hele rare hertenbiefstuk. Wat een heleboel mensen bijvoorbeeld niet vergeten, die iedereen die afgeeft dus op de staat Israël, dat eigenlijk de landen hier in Europa, ook wel een beetje, vooral Engeland en Amerika, en dus dan geen Europa, maar de architect, of althans de Verenigde Staten, laat ik het zo zeggen, de architecten zijn geweest van de staat Israël. Zijn reserve-Europees. Dus. Nou, is dat zo? Ik denk dat het Zionisme, de wens om de staat Israël te stichten is toch wel iets ouder dan van toen de Amerikanen dat een goed idee vonden. Nee, maar na de Tweede Wereldoorlog is men toch gaan zijn ze toch begonnen met de landen te verdelen daar zo'n beetje. En toen hebben ze dus eigenlijk wel de staat Israël in zijn huidige staat zoals die nu is neergezet. Nou, hij is nu wel weer stukken groter geworden met roven, maar in het begin. Volgens mij hebben ze daar toch wel behoorlijk moeten ploeteren om een beetje steun te krijgen voor dat initiatief. En is dat niet zo makkelijk gegaan als jij het nu zegt? Nee. Ja, oké. Daphne? Nou, ja, ik vroeg me af waar je precies heen wilt. Nou ja, dat men hier eigenlijk ook wel een klein beetje medeschuldig is. Dat men altijd roept van ja, het is daar en het gebeurt daar. Maar dat eigenlijk ook de geallieerden toen de tijd toch ook wel een beetje schuldig geweest zijn. Zoals de Engelsen vooral een rol gespeeld hebben in het Midden-Oosten. Dat het is zoals het nu is. Nou ja, er wordt heel vaak gezegd dat Israël-Palestina het laatste koloniale restje is wat nog niet is... opgelost. En dat dit nog moet worden afgehecht eigenlijk. Er wordt ook gezegd dat het dat je dat niet langer meer in die termen moet bekijken als koloniale erfenis van Europa. En dat je moet zoeken naar nieuwe 21ste eeuwse oplossingen. Dus het is... Een heleboel commentatoren zijn het ook wel met je eens. En de anderen zeggen ja, maar daar schieten we ook niks mee op. Om het als een koloniaal probleem te beschouwen. Waar Europa en Groot-Brittannië en de VS dus allemaal
mede verantwoordelijk voor zijn. Want die Europese landen en de Verenigde Staten lukt het ook niet om een oplossing te forceren. Dus het is... en bovendien zijn, dat hebben we ook al eerder gezegd, die Europese landen nou bij uitstek niet in staat om over hun eigen schaduw heen te springen en verantwoordelijkheid te onder ogen te zien, zelfs voor hun eigen gedrag. Dus dat... ik denk wel dat je up to a point wel gelijk hebt, maar dat het de oplossing niet naderbij in de hand werkt. Nee. Goed, we zijn bijna door het programma heen. Dan wil ik nog één ding vragen. Is er nog een mogelijkheid en een toekomst voor Joodse mensen in Nederland, in Europa? Mag je al wel beantwoorden? Nou, dat lijkt me wel. Daar kan ik heel kort antwoord op geven. Dat ik zou niet weten hoe dat niet zo zou zijn. Nou, omdat er nou mensen willen emigreren? Nou, ik denk dat Europa zonder Joden, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Dat daarvoor wonen Joden hier al zo ontzettend lang. En dat is al zo verweven met het hele leven hier. Dat gebeurt niet. Nee, ik bedoel, als het de Duitsers niet gelukt is, waarom zou het dan nu alsnog ineens wel gebeuren? Daar geloof ik helemaal niks van. En die treinen, die rijden ook niet op tijd. Dus daar hebben we ook precies. Niks meer aan. Ja, Daphne. Ja. Daar twee reacties. De eerste is, I'm not going anywhere. Ja. En de tweede, Europa zonder Joden is amper voor te stellen. Maar Joden zonder Europa is ook heel moeilijk voor te stellen. Want dit is natuurlijk toch de plek waar heel veel is gebeurd. Wat het Jodendom nu vormen geeft tot wat het nu is. En ik vraag me af of wij zonder Europa kunnen. En dan heb ik het niet over de EU, hè, maar gewoon over het continent. Of wij daar zonder kunnen. En of het dan nog wel leuk is. Dus vooralsnog denk ik dat het... blijven. Dat we gewoon blijven. Ja. Waarheen zal ik gaan? Nou, ik geloof dat we ongeveer wel aan het eind van deze uitzending gekomen zijn. Ja, inderdaad. Jij wilde nog wat zeggen? Sorry, ik viel je in de reden. Nee, ik zat gewoon over na te denken. Vroeger was verzet, Sloterdijk opblazen. Dat was impact. Nu tegenwoordig hoef je alleen maar bladeren op het spoor te leggen en het hele treinverkeer ligt stil. Het is gewoon niet zo af na. Ja, hadden wij dat geweten. Ja, precies. Gewoon een paar flesjes water bij een wissel neerzetten en dan was je ook klaar. Goed, ik wil iedereen bedanken die, ik zou bijna zeggen commentaar, die gereageerd heeft op de uitzending. Ik wil iedereen ook bedanken voor het hele afgelopen jaar dat men geholpen heeft met vragen. Dat men het interessant vond om onze programma's te volgen. Ik hoop dat jullie de volgend jaar weer zijn, want we zijn van plan om hiermee door te gaan. Yes. Ik wens iedereen heel prettige feestdagen en ik wens jullie een vreedzaam, gelukkig 2019. En dat we allemaal elkaar de hand mogen geven en dat we niemand, maar ook niemand achterlaten. Ik dank mijn gasten van vandaag, Daphne Meijer. Heel erg bedankt dat je hier was. Graag gedaan. Dankjewel, Anaïs, voor de uitnodiging. Graag gedaan. En ik vond het heel interessant. Ook een hartstikke bedankt dat je weer was. En ik hoop je in het nieuwe jaar wel weer tegen te komen. Vast wel. Ja, we gaan wel weer wat moois maken. Goed, ik geef jullie terug in de handen van 9G Music. En fijne dag nog vanavond verder. Nou, sowieso wil ik Anaïs co-signen dat we het allemaal samen moeten doen. Behalve die motherfuckers die hebben gesproken over van... Ja, die kersttol, feesttol, lik me kerstster. Voor de rest, fijne feestdagen. En volgende week is de Joint Radio Cypher. Yay, yay, Joint Radio.